We hebben zaken uit heel Nederland vandaag die we proberen op te lossen. Net hadden we Hogeveen, Vianen. We gaan nu naar Rotterdam. Want waar zijn deze mannen hier zo ontspannen naar op weg? Naar een poging doodslag, denkt de politie. Donderdagavond 10 augustus horen in Rotterdam bewoners van de Heemraadstraat schoten. En niet veel later meldt zich ook een slachtoffer bij de politie. Hij is door 2 mannen onder vuur genomen, terwijl hij in zijn geparkeerde auto zat. Hij is niet geraakt, maar kan de rechercheurs helaas niets vertellen over de mannen die op hem hebben geschoten. Hoeveel geluk hij had, wordt duidelijk uit deze foto. De blauw-witte staaf illustreert de baan van een kogel die vlak naast hem het dashboard inschoot. Ja, die beschieting zelf daar aan de Heemraadstraat in het Nieuw-Westen in Rotterdam, die staat niet op bewakingsbeelden, maar de vermoedelijke daders zijn wel gefilmd toen ze naar die straat toe liepen. Hier zien we die 2 verdachten. Ze lopen heel rustig, zijn gefilmd op de hoek van de Ruilstraat met de Heemraadstraat. Ongeveer 22:50 s'avonds is dit. Je zou het niet zeggen als je ze zo ziet slenteren. Maar dit zijn dus vermoedelijk de mannen die vlak erna bijna iemand doodschoten. Wie herkent de 2? De man rechts draagt een bodywarmer met licht logo op de borst. Hij weet zijn gezicht redelijk buiten beeld te houden. En als hij wegloopt zien we nog wel aan het logo achterop dat zijn schoenen van Nike Jordan zijn. De ander is beter te zien. Hij lijkt wat getint, heeft donker kort haar, donkere wenkbrauwen en een baardje. Het is niet helemaal duidelijk wat voor pet hij draagt. Pas als we hem op zijn rug zien, vallen de strepen op zijn trainingspak op. Geef informatie over deze mannen snel door, ook als u ze die avond heeft gezien.